de mensen gaan verder naar buiten, denk ik, klein voor de PlayStation 4. En ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Ai, Ratchet is blijkbaar gecrashed in planeet Novus. En die planeet wordt aangevallen. Eerst onze wapens upgraden. Ai, ai, ai. Dat is niet goed dat die stad wordt aangevallen. Hier heb je raritanium voor nodig. Je hoeft alleen maar één van deze cellen te kiezen. Dus op deze dingen kun je combineren. Oké. Bevestig het. Hey, je hebt een verrassingscluster ingezet. Wat is het eigenlijk? Voilà, ik wist eigenlijk ook hoe dat moest, toch? Kijk, zo maak je een goed wapen nou geweldig. Voilà. De wapens een klein beetje upgrade. Oh, dat zijn een hoop slechteriken. Attentie, inwoners. We hebben gemerkt dat we te maken hebben met een kleine, onbelangrijke invasie. Oei. Hey, ja, sorry, maar ik ben iets vergeten te komen. Kom maar tot ze ons terugbellen. Kan iedereen waarschijnlijk beter thuis blijven. Zie je wel. Haha, nieuw wapen, brander. Zie je wel, dat was ik gewoon vergeten. Nu snel. Ja, dat is gewoon een aankomen, ja. Echt aangevallen door die Wauw, die brug is zo, zie je zelfs op de brug. Burgemeester van de Tobrat gaat in Van Otales. Ja, die burgemeester moet me helpen. Daar is de burgemeester. Ik dacht dat we er geweest waren. We zijn blij dat we konden helpen.
Waarom wil Drek je dood hebben? Kom door mijn neefje, Skid McMarks. Wacht, Skid McMarks? De prof geworden? Met Marks? Hij stuurde me deze infobot vanuit Aurelia. En sindsdien zitten de Blark achter me aan. Hij heeft vast iets gevonden op Aurelia. Hier, ja, ben benieuwd. Over Bugwash, Skid McMarks. Je weet wel, je neefje. Mijn agent en ik zijn bij de geweldige grote opening van de McMarks sportzaak hier op Aurelia. En het was met het reisje wel. Ik heb vet veel mensen ontmoet. Ja, wauw. Mijn Gadgetron sponsors. Ik heb zelfs handtekening uitgedeeld aan vreemdsoortige wezens genaamd Blark. Huh, ik denk dat ze iets doen hier op Aurelia. Wacht even een seconde. Hydro-oogster. Super illegaal waterverplaatsingsapparaat. Volgens mij mag ik dit helemaal niet hebben. Pakken! Hij heeft de plannen! Ai, hij wordt aangevallen! Ik zit in de problemen. We moeten naar Aurelia. Akkoord. Maar we moeten eerst ons schip herstellen. Goed. Oké, eens kijken of iemand kan helpen. Kijk, dit. Ja, dit is wel. Mensen, ik mag niet te lang in de water. Ingehaalde adem bekent onze onverschrokken lombaks de diepte en dep. Diepheid. Ja, we laten die staan. Ja, eerst moet ik iemand vinden die ons schip gaat repareren. Dan gaan we maar in de grotten. Wow! Ja, dat is ook dat is nog eens gebeurd. Eigenlijk dan gewoon een beetje de herhaling van Ratchet & Clank 1. Als je niet weet, kijk dan Ratchet & Clank Part 2. Dan merk je dat bijna hetzelfde is. Ratchet sprong. Jongen, waarom springt hij toch zoveel? Wow! Ik denk dat, je weet wel, die man is de loodgieter. Oh, hallo daar. Blij dat je er bent. Ik heb... ken ik jou toevallig? Volgens mij heb ik je last van een déjà vu. Volgens mij niet. Ik moet mijn oude denktankmachine eens opfrissen. Maar goed, ik probeer met een noodoproep de Galactic Rangers te bereiken, omdat Drax's mannen hier zijn. Deze hele regio is overspoeld met Blargiaanse schepen. Jij moet echt heel snel weg hier. Ik kan nergens heen voordat ik deze infobots heb afgeleverd bij Captain Quark. We waren naar hem onderweg toen ons schip werd neergeschoten. Misschien kunnen we even kijken. Oh, natuurlijk. Ik heb hem gestolen van zo'n Blarg-soldaat, alsjeblieft. Een Blarg-soldaat? Dat zou interessant moeten zijn. Ik ben Alonzo Drek.
voorzitter van Track Industries. Vele vragen. De eerste slechterik van Ratchet & Clank. Zwaar bewapende vechtbot zo dreigend naar een klasse G vechtschip? Het antwoord is simpel. Vooruitgang. Jaren geleden gingen we onder de grond wonen vanwege vervuiling die misschien, maar eigenlijk absoluut zeker, kwam door mijn vaders bedrijf. Sindsdien is onze focus verschoven van robots naar planeten bouwen. Nu ons project bijna voltooid is, moeten we alles doen om op schema te blijven. In dit geval betekent dat dat ons legertje vriendelijke vechtbots onze vijanden moet vernietigen. Benieuwd? Ze weten niet dat we eraan komen. Dus ontspan, relax en troost jezelf met de gedachte dat Drag Industries altijd werkt voor jou. Drag Industries werkt niet voor jou. Hoi, wat zegt hij nu? Je hebt duidelijk een klein transportatieprobleem. Ik zie je wel bij je schip. Dan ben je binnen no time weer klaar om te vliegen. Gleed die gas nou net door een rioolpijp? Nou, het lijkt de snelste weg naar beneden. Laten we dat doen. Blijf precies in glijbaan. Maar leuk. Maar we zijn er heel snel. Geweldig. Wil je nog een keer? Oké, 7 zien we 4 hebben. En zo gaan Ratchet en Clank op weg om hun schip te fixen met hulp van de loodgieter. Ze wisten nog niet dat ze weldra zo dicht bij grootsheid zouden zijn dat ze het kraken van zijn machtige biceps konden horen. Maar eerst moesten ze vechten tegen het breinetende zombie T-Rex. Hoi! Hey, wacht eens even. Ik weet niks van een breinetende zombie T-Rex. Hoi! Goed, Sir Piet. Dat is maar verzonnen door Captain Quark. Beloof me dat je die infobot aflevert bij Captain Quark. Ik beloof het. Bedankt voor je hulp. Geen probleem, zie je in de volgende game wel. Het schip is gerepareerd. Ik geloof een auto om een stoten te kopen. Nu gaan we naar planeet Kervan. Om de video af te geven aan de Galactic Ranger. Iedereen bedankt voor het kijken. Maar dat zien jullie in het volgende paard. Iedereen bedankt voor het kijken en tot later, hè.